Goeiedag. Goeiedag. Toch maar gegaan met dit weer? Ja, ja. We gaan er gewoon voor, hè. Dus je vindt het niet zo erg dat het wat nat was? Nee, het wordt ook wel weer droog. Ja. Kun je wat over die motor vertellen, want ik ben niet zo goed thuis. Ja. Dat kun je vast en zeker vertellen. Een beetje, ik heb nog niet zo lang. Ik heb nog een jaar. Nou, je weet zeker hoe oud die is? Ja, hij is van 1950. Zo. Velocette. 350. En waar rijd je gewoon? Toch wel op benzine? Of ja, super benzine. Gewoon super benzine. En ja, ik heb er helemaal geen verstand van. Hoe gaat Kino met zoiets nog rijden? Ja, rond 80 ongeveer. En dat is te doen gewoon? Ja, maar dat trilt alles een beetje. Kijk, je hebt ook geen viering, hè? Nee, het is... Ik vier op zadel, ja, hè? Ja. Dus, nou. Een beetje, doe maar. Nou, ik hoop dat dan dit weer wil nog wel. Ik hoop er niet aan. Dan gaat het nee, dat hoop ik ook. Dus, ja, doe maar. Ik wens je een leuke dag. Ja, dankjewel. Okay. Eigenlijk ben je wel uniek, hè? Als je om je toe kijkt. Ik, op dit moment wel. Misschien komen er nog wel meer, hè? Ja, we hebben ook een scooter. En hoe oud is die? Deze is van 1964. En kun je er meer wat over vertellen? Jawel. Het is een Heinkel toerist. Het type is 103A2. En hij heeft 175 cc motorinhoud. 10 pk. Eén cilinder. Viertakt. En als ik naar de teller kijk, dan zie ik 120 staan. Is dat een grapje? Of... Dat is een grapje. Dat lukt nou, ja. En wat? 80 kilometer? 90. En als je de wind in de rug hebt, dan wil het ook wel een keer 100. Maar dit rolt natuurlijk vreselijk veel tegen, hè? Ja, dat klopt. Dus. Ja. Ja, hoor. En volgens mij doe je al jaren mee hier met de scooter. Ja, ik ben hier nou 23e, 24e. Wat is nou? Dus 26e niet? Volgens mij wel, ja. Ja, ja. Dus al 4 jaar. Ja. 3, 4 jaar. En een beetje regen hou je niet tegen? Weet je, ik ga van het principe uit, als je je aanmeldt, dan moet je ook ingaan. Oké. Okay. Vorige keer hebben we dus de bevrijdingsroute erin in Oude Pekela. Alleen is watjes dus allemaal uitzet. Ja. En we moeten allemaal keurig aanmelden. En dan ben gewoon ik van het principe, dan moet je ook komen. En die mensen die hebben er van alles voor doen, hè? Ja, dat klopt. Maar het was natuurlijk hartstikke koud, hè? Ja, ja. Nou ook. Ik heb ook al een extra jasje aan het rond. Ja, jongen. Ja, jammer, hè? Ja. Nou, ik denk dat dit wel genoeg is. Hebben we wat er dan? Ja, hier, die hebben we wat. Ja? Dit is een echte toeter, hè? Ik ga rekenen op een Harley of zo, maar... Ja, dat is er ook wel, maar ja, dit is toch een bijzondere motortoerrit. De Bochdijk toerrit, oftewel de toeterrit. Yeah. De 27e mol wat het verreden van Oetveendam. Beneden was de dorp hartstikke droog aan het worden. Ja. Ondanks dat het een beetje miserig is, weer hoort dat een hoop motorliefhebbers de night van om hier naar touw te komen. Tot over met Bijka Scholtens, die is van Bochdijk. Bijka, goedemorgen. Goedemorgen. Nog even over de toeterrit, hè. Wat is de toeterrit nou precies? Een toertocht voor klassieke motoren. En wat is klassiek? 40 jaar en jonger. Als ik me dat voor 1979 bouw, jongen. Ja, hoeveel aanloop is dat? Hoeveel motoren dan meer? Nou, valt ons niet tegen. Ja, vorig jaar hebben ze overgenomen van Alida en Lenus. En dan waren de 75, dat was hemels mooi weer. We zitten nu net op 43, dus we zijn niet ontevreden. Nee, we gooien het toch langs? Drenthe, richting Drouwen. En gaan ze eerst gaan ze naar Nijveensemond en naar Noordrouwen en dan via de route weer terug. Ja. En we nemen ook een stukje Veendam nou met. Straks vertrekken ze via de Parallelweg en zo. En ze komen via Wildervang weer binnen. Ja, nou, mooie traditie inmiddels, hè? Jazeker, ja. We zijn ook fijn dat we het over konden nemen en dat het zo'n succes is. En dat bestaan blijft ook. Ook, ja. Dat vooral, ja. Dat vonden we heel belangrijk. Veel succes. Dank je wel. En dan Henk Rubenthal. Henk die zit op de, mag wel zeggen, en daar hebben we de toeter net al even van, op de oosten van die drijfvatenmotoren daar midden. Ja. Henk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat is dit voor de motor? Dit is een Franse motor van 1928. Het is een Magna de Bon. Dat merk dat kennen wij bijna niet, maar Magna de Bon is zoiets als een goede magneet of zo. Ja, en 1928? 1928. Ja, kist de motorfiets even beschreven? Wat voor motoren werden daar op het pad? En dit is het dus ook. Ja, nou, het is een 350 cc met een Terreau blokje eronder. Een? Terreau. Ook Frans. Aha.
Hij is gebouwd net in die overgangsperiode van Magna de Bon in Grenoble. Naar de Thoreau-fabriek. Die heeft toen die fabriek overgenomen. En wat mij opvalt is, ja? Als ik kijk naar de rechterkant, als het op de fiets is, ja, van stuurkiek. Dat is geen handgas, hè? Dat je maar even draait. Nee, geen handgas. Ik geef met dit palletje geef ik gas. Zo'n hendeltje zit er maar. Ja, een hendeltje, een maneetje noemen ze dat. Er zitten twee hendeltjes bomen op, die andere vuur, hè? Die is voor lucht. Aha. Hè? Dus dat is voor de apparatuur. Dit was altijd de droom, Henk. Zo'n motorfiets erin. Ja, een oud dingetje voor dit soort ritjes. Dat was altijd mijn droom. Ja. Hoe snel of hoe langzaam gaat dit? Ik heb dit ding al zeker 30 jaar. Mm. En hoe snel langzaam gaat dit? Dit gaat zo rond de 60, 70 kilometer. Oh, hard genoeg dus. Oh, hard genoeg. En ja, ik duurt volgens mij te vroeg, maar dat wel even. Hoe klinkt dat? Kist met ja, aan te trappen? Moest hem aan druk naar werk zoiets? Nou, nee, ik kan proberen hem aan te trappen, hoor. Ja? Ja hoor. Nou, ben slim nieuwsgierig. Dus, dit is een motorfiets, dit is een Magna de Bon uit 1928, 350 cc, mocht in Frankrijk. Ik moet even ouderwets flotteren. En flotteren, ja. En sjoken, zeg maar daarnaast. Sjoken. En dan zei ik benzine al aankomen. Ja. En nou moet ik een trap geven. Nou, geef hem een trap. Ja. Ik hoop het. Wil we meer morgen? Oh jee. Ja, als een oranje zonnetje. Mooi toch? Een mooi lied. Gooi je reizen, Henk. Ja, bedankt, Wiebe. Mooi ritje. Ja, ik hoop het. Het wordt al dreug ook nog. Nou, dat is nog meer. Henk Ruben, een van de 53 motorfietsrijders en deelnemers aan de 27e toerrit, de Bokdijk toerrit vanuit Veendam. Om 11 uur gaat het met minuut 5 gaat het beginnen. Toet, toet. Er is een hoop drukte zo's. Dit is de 26e toeterrit. Sinds de tweede keer is de Bokdijk heeft de organisatie in de handen. Het is nattig, maar de belangstelling is groot. En kijk even mee, want de motoren die vertrekken zo. Hij is net gereviseerd, dus alles is uit elkaar geweest.
En ja, dan heb je het zitten, hè. Dan is er altijd iets. Ja.
nou short met dat ding de lucht in. Hups, het idee. Mooi. Mag ik jou vragen hoe de rit was vandaag? Ritje op zich was hartstikke leuk. Alleen de weergoden die lieten ons behoorlijk in de steek. Hebben jullie veel regen gehad? Ja, joh. Oh, man. Heen reis praktisch 100% regen. Terugreis ging wat beter. De helft van de terugreis was droog. Totdat we weer ergens vanaf Gieten richting Veendam reden. Nou, het was net of we een bui opgezocht hadden, want die ging met ons mee. Dan kregen we weer een verse bui op de kop. De verwachtingen waren slecht, maar hier in Veendam hebben we totaal veel geluk gehad. De ochtend was slecht. Ja, en kijk, nu lijkt het wel weer leuk. Ja, dus, maar het is... Ja, dit op zich was best leuk. Maar het weer, ja. En weet je, dan maakt die regen die maakt het ook zo koud. Ja, klopt. Dan ben je al nat. Ja. Dan krijg je ook nog... Als je alles had geweten, een trui extra aangetrokken. En hebben alle oldtimers zijn weer teruggekomen of hebben jullie toch een paar... Nou, ik denk het wel, ja. Maar eigenlijk, kijk, zoals dat soort motoren, ja. Die BMW's, ja, kun je eigenlijk geen oldtimer noemen. Ja. Okay, ja. Dit is echt een oldtimer. Ja, ik heb begrepen, dit is de oudste motor die erbij staat. Ja, klopt. 28. Ja. Dus, geweldig. Dus hij heeft zonder problemen... Hij heeft het weer perfect volgehouden. Ja. Alleen, ik geloof dat ik een halve liter olie verloren ben. Maar ja, de achterwiel een beetje nat. Waar olie zit, roest het ook niet. Nee, dus, daarom. Wat dat betreft, nee hoor, wat dat betreft zijn we heel tevreden dat we weer allebei heel huid teruggekeerd zijn. Je wordt bedankt. Toch? Ja. Graag gedaan. De Cenk is op, dat dacht ik wel hoor. Misschien heb ik de gisteravond te veel gehoord. Maar ik had er niet meer op gereden sinds vorig jaar toeterrit. Ik heb een andere dikke Harley staan. Die pak ik gauw, dat is zo'n antiek dingetje. Ja, zit nog zo'n beetje tot zover vol. Hè? Dat is oké. Oké. Ah, morgen een beetje poetsen toch? De rit wil lopen. Boven verwachting. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dus geen problemen gaat onderweg? Nee, helemaal niet. En het weer, hoe ging dat? De weer was redelijk tot goed. In Gasselt en Nijveense Mond hebben wij nog één regenbui gehad. En hebben gezegd van, nou, we wachten nog maar even 10 minuutjes. En toen gingen de richting Drouwen. En toen kwam de zon erdoor. Zoals nu. Zoals nu. Dus ja. Dik tevreden. Wij zijn dik tevreden. Dus volgend jaar weer. En respect voor de mensen die vandaag gewoon voor de rit gekomen zijn. Okay. Ja. Hey, joh, bedankt. Supermooi. We hebben hier Jan Bos, Vurderlens en Gerrit. Dat zijn twee collega's van me gehoord. Die hebben die bij me gewaakt en die hebben aanbouwd een gelijke BMW met een zietspan. Eén is een witte en de andere is een zwarte. Jan Bos had een witte en die vertelde hem wat over zin. Ja, dat we dat een beetje van oren gehad. Mijn antwoord niks nou zeggen, maar dit werkt in nog wat al. En daar loop je het ook bij. Wat doet me dat zo, Gerrit? Ja, ik loop het bij. Oké, dankjewel.